Dus. Echt, want er kwamen geen traantjes, hè? Het was meer zo, net als een baby, vond ik. Hadden ze eraan getrokken? Ja? Moet je zeggen, dan moet je zeggen de volgende keer afblijven. Hé? Dat zijn mijn haren. Ja, tuurlijk. Dat is half te zeggen. Dat is maar die mag je wel een keer afknippen. Ja, een stukje eraf mag wel. Die groeit wel weer aan. Maar niet uit. Dat vind ik zo. Ik vind dat. Ja, je krijgt meestal ziet het. Een bloempottenmodel. Ja, je bent er geen kapper. Wat een gemeen neefje, hè? Ja, zeg dat wel, joh. Je weet het. Knippen van een kapper. Dat kan niet. Als dat zo gemakkelijk was, hoef je dat geen kapper te studeren. Nee, is geen foto. Ik heb het huis toch daar. Mooi, dat is makkelijk hoor. Ja. En weet je wat hieronder nog staan moet? Kijk maar, zo. Hieronder. Want daar staat hij, zie je dat? Ja, misschien, Martin heeft meer haartjes, maar dit is misschien als papa. Papa die kijkt zo over de plank, hè? Over de schutting. Wat ben je aan het doen, zegt hij dan. Ja. Weet je wat we erbij zetten? Ik moet hem erbij zetten, maar ik zou mijn mama zetten. In dat schietje naar de boven rijden. Nou. Ja, ik heb al zo druk gekeken als ik naar de schoen kom. Maar dat is toch een doeje, hoor? Ja, hier doe je, hier is gewoon een op de Kleefse Dijk, op AC-restaurant. Als je bij je tuin erneven hebt. Dan nog een noot. En de graaf. En de nee, dat gaat niet, dan is het tijd. En een auto heeft op een fietsenpaard over in een diepe graaf gezet. Dat kunnen ze, hebben ze een schuurtje gehad. Ja. Maar er ligt, wat rommel ligt er nou. Ja, die was van de middag nog afgesloten. Wat een doeje, zullen ze voor. Nog raar. Jan. Leuk gedaan. Allerlei leuke hoekjes ingebouwd. Een beetje Aziatisch aandoende. Alles vol met kleine mosjes. Een reuze ginkgo, dat wil zeggen reuze blad. Prachtig. Daar ligt het huisje.